dat vertoonde heel het poos al mankementen. We hadden wat reparatie gedaan in de periode dat we in principe wat krap zaten. Nu hebben we wat middelen bij, dus daar hebben we die sluisdeuren nu vervangen. En dat is eigenlijk bedoeld om zijn werk, van sluisdeur, zijn functie, dat hij beter kan doen dan voorheen. Dus zo regulier gebeuren heel veel projecten. Doorgaans gaat het misschien naar de media, maar het komt wel vaak genoeg op BIC-nieuws. We proberen dan ook zo BIC-nieuws ook van ons te promoten. Dan, maar de gemeenschap, niet de, zeg maar de doorsnee-burger, kijkt niet naar de BIC-nieuws, alleen een selecte groep. Maar we moeten dat stukje misschien wel corrigeren, ja. Als we zien dat die sluisdeuren worden vervangen bij, op een punt waar we in het verleden hebben gehad dat de onkruid dat zich in het kanaal had afgezet, zich had ophopen vanwege achterstallig onderhoud. Denkt u dat met het vervangen van deze sluisdeuren en aanpak van het kanaal, Achterdam, Van Petterpolder en delen van Nationaal Project beter ontwaterd kunnen worden nu? Dat zeker weten, maar dan willen we gelijk een oproep doen aan de mensen. Want wat vaak genoeg gebeurt, dat mensen vuilzakken dumpen. Mensen struiken wanneer ze hun erf ontdaan hebben van wiet. Dan gooien ze soms delen van bomen of planten in de loosleiding, waardoor het verstopt raakt, sluisdeur beschadigd raakt. We hebben een keertje zelfs een wallabapaal moeten weghalen bij een sluisdeur. Corona heeft laatst een probleem gehad. En het zijn allemaal eigenlijk gedraging van mensen die maken dat ze zelf onder water lopen, anderen onder water zetten. Dus een beroep doen op een gemeenschap en tenminste op een behoorlijke manier om te gaan met vuil. En dan ga ik vandaag weer zeggen, het is precies de manier waarop u omgaat met moeder natuur, gaat moeder natuur ook terugbetalen. In elk geval van overheidszijde zijn alle voorzieningen in place, zodat men niet zou kunnen stellen overheid is nalatig geweest. Zeker niet. Dat de deuren eigenlijk mankementen vertonen was het niet alleen achterstallig onderhoud. We hebben vaker ook daar moeten ingrijpen vanwege zaken die daar vast zaten. En dat maakt dat de sluisdeuren ook beschadigd raken.